Morgen dan gaat het weer los in Tialf met de EK Allround en Sprint. Bij ons voormalig Olympisch sprintkampioen Stefan Groothuis, die het na zijn schaatscarrière over een hele andere boeg gooide. Komt die? Bam! Dit is het. We gaan dit nieuwbouwdeel van deze woning uit 1918 binnen. Dit wordt de keuken voor de familie die hier komt wonen. Dit is de woonkeuken. Super veel glas. Ik vind het heel gaaf met het aluminium. Overal aluminium kozijnen en heel veel glas. Dus dat is eigenlijk een hele andere stijl dan het oude deel natuurlijk. En ik vind die combinatie heel erg mooi. Ja, dat is natuurlijk altijd een kwestie van smaak. Het mooie is hier dat de koplatten, alle lijsten worden gewoon in de oude stijl helemaal hersteld. En dat, dat is natuurlijk wel bijzonder. En boven kun je er een voorbeeld van zien hoe het dan wordt. Zo, ja. Hier is onze kantine. Een tasje van de collega. En we hebben een prima klein kacheltje erbij. En een prima voor elkaar hier. Hoe is dat nou met hem samen te werken? Wil dat een beetje? Ja, Stefan, we hebben altijd veel inzet. En ik wil mee bij de topsport is geweest. Ja? Ja, wel heel verschil met veel jongens die gewoon... in loondienst zijn. Ja, is het zo? Ja, hij wil gewoon altijd meters maken en altijd gaan. Productief zijn. Mooi hoor. Het ziet er super uit, Stefan. Maar hoe kom je nou van topsporter naar timmerman? Ja, dat is op zich ook wel een heel verhaal. Maar eerst ben ik andere dingen gaan doen nadat ik gestopt ben met schaatsen. Iets met sport en workshops geven, ook verbonden aan het verhaal wat ik als schaatser meegemaakt, of de mentale kant daarvan. Mm-hmm. Maar na 3/4 jaar dat gedaan te hebben, toen dacht ik, ik vind het eigenlijk niet eens het leukste wat ik misschien zou kunnen doen. Mm-hmm. Maar wat dan wel, dat wist ik ook nog niet. En toen ben ik eigenlijk gewoon gestopt met dat bedrijf. Ik wil vooral doen waar ik gelukkig van word en wat ik gewoon leuk vind om te doen. Toen ben ik met mijn achterbuurman, die ook een klein aannemerbedrijf heeft, mee gaan werken. En toen ben ik in de bouw verzeild. Meer eigenlijk een klein beetje van, ja, ik wil toch wat om handen hebben en wat doen. Maar toen was ik dat aan het doen en toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk. Je bent en dus ook mega handig. Dat was ik niet per se, hoor. Maar ik zeg altijd, ik heb heel veel mensen die zeggen van, ik kan helemaal niks. Ik kan helemaal niks met mijn handen. En dan zeg ik altijd, nou, ik kon eerder ook... Kijk, ik was op zich wel met mijn schaatsen, was ik ook altijd wel technisch heel geïnteresseerd. En dan deed ik wel alles zelf aan en het onderhoud ervan. En ja. daar zit ook, nou, daar gaan we nu helemaal niet Peter, op in. Er is toch hoop? Maar, handen. Nee, ik ben niet zo'n klusser. Ik geloof dat de meeste mensen het wel kunnen leren. Alleen je ziet ook wel, nu ik het een paar jaar doe, ben ik nog steeds... een paar jaar dagen geleden sprak ik een aannemer die zei ook van... ja, als je echt een goede timmerman wordt... dan heb je minimaal 8 jaar nodig... om alles überhaupt een keer gezien te hebben in de woningbouw. En dan heb je het nog niet eens over natuurlijk... civiele bouw of wat of andere... Is dat dan eigenlijk moeilijker dan schaatser, timmerman? De wereldkampioen timmeren weet ik niet. Hoe moeilijk dat is. Zou je wereldkampioen timmeren willen zijn? Niet meer, denk ik. Ja. Maar natuurlijk wil ik wel. Dat zit wel in mij. Ik wil wel altijd beter worden. Ik wil het gewoon altijd goed doen. En dat is wel met, als je zegt van, is het moeilijker? Kijk, schaatsen is op een gegeven moment... hoe ga ik dat netjes zeggen? Hoeft niet netjes. Nou, gemieren leuk op de allerlaatste detail. Dat is timmeren toch ook? Of niet? Timmeren is dat toch ook? Jawel, alleen bij schaatsen is het natuurlijk wel dat het gaat echt continu over een heel klein stukje je slag, een heel klein beetje verbeteren. Mm. En daar zit je winst in en daar word je wereldkampioen van. En timmeren, en de hele bouw is natuurlijk zo veelzijdig. En dat gaat van de fundering tot met de wanden ertussen, tot en met de laatste pannen erbovenop en alles wat daartussen zit. Ja. En daar valt iedere dag nog zoveel nieuws te leren. Maar je kunt nog wat herstellen. Hè? Bedoel, als je dat is waar, ja, dat klopt. Is op dat moment. Dat is het spijker. Lukt mij ook met mijn 2 linkerhanden om in ieder geval nog eentje eruit te halen. Klopt, dat is wel een voordeel in de bouw. Ja. Je kunt altijd weer... En nou was jij al een tamelijk succesvolle schaatser toen het misging. Hè? Je had het al over de mentale kant van het schaatsen. Je bent in een depressie geraakt. Kwam dat door dat schaatsen? Kwam dat door die topsport? Dat denk ik. Ik denk wel dat in ieder geval een bepaalde gevoeligheid zal er zeker ook mee spelen of gespeeld hebben. Maar ik denk topsport daarin wel versterkend kan werken. En dat had er wel mee te maken dat ik
eigenlijk natuurlijk als jonge twintiger al het doel had van ik wil eigenlijk uiteindelijk de beste van de wereld worden. Ik wil eigenlijk natuurlijk, wat betekent Olympisch en of wereldkampioen worden. En dat duurde vrij lang voordat me dat uiteindelijk ging lukken. En dan reed ik een paar jaar toch op het allerhoogste niveau. En toen kreeg ik pas echt moeilijk. Daarvoor plaatste ik me wel eens voor wereldbekerwedstrijden of won ik een keer een NK. En dan weet je, oké, ik ben nog niet de beste van de wereld. Dus dan weet je, dat is in verhouding tot waar ik sta. Maar op een gegeven moment had ik wel het niveau om potentieel wereldkampioen te worden. Dan word je ook een paar keer door de media neergezet als favoriet voor een grote wedstrijd. Ja, en als het dan een aantal keren achter elkaar elke keer niet lukt, omdat ik zelf weer een bocht verknalde of ik ziek werd, van allerlei redenen. Maar dan, ja, dat gaat aan jezelf knagen. Dat, tenminste, bij mij wel. Te grote last op de schouders van Bokito, zeg maar. Ja, dat gaat toch aan je vreten. Dat je dan, en je voelt je eigenlijk steeds gek genoeg, omdat je elke keer nog een stapje verder kwam. Dat kwam ik wel. Ziet de buitenwereld je als misschien een soort steeds succesvoller. Mm. Hoewel je natuurlijk wel steeds krijgt van waarom word je weer vierde? Of waarom word je geen wereldkampioen? En ondertussen ga je jezelf een steeds grotere kneus vinden eigenlijk. Wat heb je geleerd dan van die periode? Nou, wat ik ervan geleerd heb, is dat ik op de eerste plaats dat ik gewoon het vooral wel wil blijven doen omdat ik het leuk vind. Je moet vooral doen wat je leuk vindt. En dat klinkt al heel makkelijk, want ik heb ook heel vaak, of wel vaker, de vraag gekregen vanuit de topsportwereld, een topsporter die vastliep van wat zou ik moeten doen om weer verder te komen? Dus ja, de eerste plaats, en dat klinkt heel makkelijk, want ik weet ook dat het moeilijk aanslaat, maar ga gewoon terug naar die basis. En waarom vond je dat spel of die sport of wat je ook deed leuk en ga daar weer naar op zoek. Maar ik weet dat ook een beetje vaak bij topsporters aan dovemansoor is gericht. Het gaat meer om de prestatie dan de lol dan, zeg maar. Ja, daar schuif je wel steeds mee heen in topsport. Dat gevaar zit er wel in en dat geldt niet voor iedereen, hoor. Dat is ook wel, maar je ziet dat wel meer gebeuren in topsport natuurlijk. Ja. Dat mensen op een gegeven moment eigenlijk kijk, ik ontdekte toen ik het door die depressie die net zei, maar echt niks meer interesseerde het hele schaatsen. Dat ik echt helemaal losgelaten had. En dan kun je zeggen, loslaten van, nou, ik laat het een beetje los. Het interesseerde me echt helemaal niks meer wat er ging gebeuren op schaatsgebied. Mm. En toen, meer als een soort dagbestreding, was ik gewoon nog een beetje aan het sporten gebleven en aan het schaatsen. En toen kwam langzaamaan, toen er een beetje vooruitgang kwam in mijn hoofd, toen kwam er ook weer, toen ik aan het schaatsen was, langzaamaan het gevoel van, hey, eigenlijk is dit best wel leuk om te doen. Ik vind het eigenlijk wel gewoon weer mooi. Nou, het was jaren weg geweest. Ja. Ja. Hey, nou is het heel lastig voor mensen nu, hè, die schaatsen. Het is heel anders. Ze zitten in een bubbel, is geen publiek en morgen begint het. Hè. Ja. Hoe stressvol is dat nu voor schaatsers, denk je? Nou ja, ik denk dat voor topsporters dit wel, maar goed, voor heel veel mensen op de eerste plaats natuurlijk in de hele maatschappij. Maar natuurlijk wel een heel zwaar jaar is, omdat topsporters denk ik ook wel sterk de neiging hebben om nog neurotischer dan veel mensen met alle veiligheidsmaatregelen om te gaan, denk ik. En zichzelf heel erg willen beschermen voor een eventuele besmetting, omdat dat natuurlijk ook gewoon veel gevolgen kan hebben. Je ziet dat ook een aantal topsporters die het gehad hebben, toch echt lange tijd nodig hebben om te herstellen, om weer een beetje op niveau te komen. Dus op de eerste plaats zijn ze natuurlijk heel erg op zichzelf gericht met hun eigen gezondheid. Dus dat is een stressfactor. En daarnaast natuurlijk dat een schaatsseizoen is al niet lang, als je het even over schaatsen hebt. En dat is natuurlijk helemaal nu gereduceerd tot een 5-weekse periode nu dan. Dat is natuurlijk voor topsporters mentaal ook wel. Ja, de doel is een beetje weg, hè? Voor heel veel is het doel van waar ze mee bezig zijn. Ja. Precies. Ga je kijken als laatste kort? Ik ga wel wat kijken, maar ik heb ook ik heb nog weer een fietsafspraak morgen. Ah, dus, ja, jouw leven gaat ook door. Ja. Ja.